neer. En nou ben je bang, hè? Nou ben je bang. Yo kijkers, ik ben Tevin Zijgers. Vandaag gaan we voort bij Battle Royale. Spelen jullie een duimpje omhoog? Naar beneden, beneden. Oké, dit licht zorgt echt voor dat hij glitcht. Maar ik wou jullie even wat laten zien in de game. Maar ik ga gewoon Fortnite spelen. Maar ik bedoel, ja, ik wou even wat laten zien. Want ja, dit dansje. Hallo? Mag ik een dansje doen voor Fortnite? Ja, dank je. Ja. Beetje Living Large, maar dan iets anders. Au, ah zo, doe eens. Jongens, probeer weg te komen met weinig HP. Ja, hij heeft 1 HP. En nu jij nog. 1, 2, 3. Nee, Rip, ik heb ook 1 HP. Nou oké, okay. Dat is echt klooien. Klooien in de lobby, jongens. Let's take... Pleasant. Let's take some pleasant, boys and girls. Then girls looking to my videos. Nou, jongens, dikke party bij de battlebus. Ik spam dat ding altijd. Oké, Jeet is Pagita, we gaan uit de bus. En we gaan landen bij het kelderhuis. Oké, op PC kan je dit doen, maar bij PlayStation ga je dan meteen al heel misvormd landen. Dit ding kan je minder makkelijk roteren dan een muis. Dus vrij love is even de tuinje besmet. Show, hè? En ik kon er maar 5000 XP en ik krijg de Dyer. Dat is wel vet. Ik wist trouwens niet dat hier ook loot lag. Nee, dat gaan we niet doen. Dat vind ik een beetje pushy. Nou, of nou pushy is, wie ik wil gewoon winnen, maar toch. Volgens mij hoorde ik wel wat mensen. Dit is echt een mooi huis, die party. Een shotgun. Een AR daar. Oh nee. Jawel, wel. Het is een AR. Daar een AR. Ik doe het zo. Op zich, dit lijkt meer op een SMG dan dit. Als ik dan ergens naartoe moet switchen, want anders switch ik naar mijn grenades. Dat is ook niet de bedoeling. Nou, die shotgun hebben we al, dus daar komen we ook niet meer vooruit. Ja, 4 ammo. Daar moet je ook niet blijven hangen. Hier volgens mij geen kist. Nee. Dat hoorde ik goed. Jammer genoeg. Nou, ik ben wel blij dat ik weet dat ik niet doof ben, maar... Oké, dit is een goede AR. Dit is gewoon weg. 2 AR's voor mensen die er wil. Hoorde ik nou een rift of was dat? Hier is een kissie. Natuurlijk hier binnen. Oké, gun maar een SMG. Nou, weet je? Kan jullie zeggen? Mij hoor je niet klagen. Ik moet niet zeggen dat ik liever een SMG had gehad. Maar ik wil ook een SMG, laat ik het zo zeggen. Ik kan hier niet, ik ben niet klaar mee. Dan heb ik meteen ook wat research gefikt. Mocht ik iemand tegenkomen, ik ook in een klein build fight of zo. Heel snel. Oké, maar niet uit. Ik zeg wel heel vaak, maakt niet uit, maar het maakt eigenlijk wel uit. Ik hoor iets lopen. Ik hoorde echt iemand lopen. Jongens, goede tip. Gouden tip. Natuurlijk. Dit. Zoveel research. Huh? Eerst was het nog 60. Zo. Is er nou wel of niet iemand? Ik snap het nog steeds niet. Ik ben wel blij met hunting, maar ik heb liever een eentje met een goede scope. Maar ja, weet je, het is beter dan niks. Een Jeter Spargiter. Niet iets wat ik wil. Dan ga ik nog even verder met looten. Kissie. Nope. En daar ook niet. Oké, wel een tactical. Vooral de ammo staat mij aan. Kijken. Ja, een SMG. Minis ga ik echt niet wegdoen. Dan maar de hunting.
Nee, die ga ik ook niet meenemen. Jongens, ik wil dat eigenlijk niet wegdoen, maar ik heb eigenlijk geen andere keus. Het is geen goede sniper die hunting, dus ja, dan denk ik van. Oh, hier. Ik hoorde telkens weer geluid. Maar ik hoor sowieso heel veel raar geluid. En shit. Oh, nu ga ik sowieso niet twijfelen. Nu moest ik sowieso de minis meenemen. Nou, in het huis lagen 3 SMG's. Dezelfde kleur, dezelfde smaak, dezelfde. Oké. Had ik dit gehad? Nee. Oh, nu laat je me twijfelen. Niet zoveel meenemen. Deze wel? Voor iemand? Nu hoorde ik wel iemand. Nee, maar je. Neer! En nou ben je bang, hè? Nou ben je bang. Nou ben je bang voor je pussy dat je bent, man. Echt sorry hoor, maar jij zit daar gewoon de heet het in dat huis? Ja, Jezus. Ik hoorde al iets. Oh, helemaal vanaf daar. Nou, niet vanaf daar dat hij dan hier was, maar. Ja. Nou, hij heeft me wel even wat damage gedaan. Een stuk of 40. Ach, niet nodig. Oh, nu eigenlijk wel. Ik dacht dat het nog niet nodig was. Maar ik kan ondertussen wel wat hakken. Dus daarom ga ik ook even op tijd. Omdat ik nog even wat moet hakken. Want dat heb ik nog niet gedaan. Nou, was er toch nog iemand pleasant. Eigenlijk ben ik wel blij. Maar ja, je mist wel wat HP. Dat is kut. Hakken. Zagen, boom, 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 hakken en zagen, zagen en hakken, la la la. Oh, nu moet ik wel echt even opschieten. Misschien rockets? No, no rockets. Moet ik daar dansen of zo? Nee, je moet er tegenaan gooien. Als ik daar moest dansen, had ik het wel even gedaan. Maar als ik er helemaal tegenaan moet gooien, dan. Want het is niet in de cirkel, want anders. Als het toch in de cirkel was, had ik het misschien niet gedaan. Nou. Ja, jongens. Nee, grapje. Dat hadden jullie wel verwacht van mij. Wacht even, ik ga toch even de pet afdoen. Oké, geef maar terug. Maar je moet altijd even blijven bewegen. Oké, ik wou even mijn pet afdoen. Zit wel meteen een stuk chiller. Ik heb natuurlijk een heel leuk pet, maar zit niet zo chill. Oh, ja, wel gewoon. Maar nu voel ik me veel losser. Nu voelt het veel losser. Oh, mijn haar zie je ook zo helemaal plat zijn. Nee, maar dit gaat niet. Nee, we don't do that shit, brother. Je weet het zelf wel dat ik Tiny Games ben. Dat staat ook onder me. Dus nu kijk onder. Ik ben Tiny Games. Dus hoef je helemaal geen pet voor me na te kijken, man. Hoef je helemaal niet naar mijn pet voor te kijken. Spieken haar. Ga lekker naar mijn pet zitten kijken, man. Daar heeft iemand iets gebouwd. Maar dat was waarschijnlijk 3 jaar geleden. Staat er iemand naast? Nee, dat is een kwad. Maar daar is geen bush naast. Nee. Oké. Iemand is er wel opgegaan. Als ik hem was, had ik de high ground gehouden. Dus toen zit hij gewoon daar in dat hutje te campen.
Ik ga wel even kijken. En anders heb ik de high ground, hoor je me ook niet daar. Arkwood, oh, vertilt het nog wel. Echt niet? Ja. Heb hem. Goddamn brother. Oh, ik heb geen eens genoeg plek meer voor mijn minis. Ja, wel. Wat? Omdat ik net een groen had en nu een blauwe. In plaats van je? Ja. Daar stond ik toen best voor. Nou, ik ga niet langer meer een tilt hoor, want ik vind het niet. Hier zijn zoveel mensen. Oh. Heb hem. Was dat van me? Ja, dat was van mij. Oh, kutzooi! Beweeg maar ervan, want anders wordt ons gesnijd in mijn rug. Ja, hij is uit. Zo, Erik. Zo, hier zeg. Jongens, het is echt druk, man. Maar overal, maar dan ook echt overal is het
super druk. Ja, ik zit nu echt te twijfelen tussen mijn sniper en dit. Ja, ik denk dat ik met dit beter ben. Lekker scheef hakken natuurlijk. Kijk, maar ik moest net even, ik was net echt op stil. Oh nee, het was gewoon achterloopgeluid. Ja, oké, dit is een beetje campen, maar ik zit gewoon weer even tot rust te komen. Laten we het zo zeggen. Goeie smoesen. Nee, maar we zijn achter live. Ik heb 3 kills. Nou, waarom deed ik de deur? Oké, sorry. Het is echt al. Ik wou weer een dansje doen. Eerst jullie, dan ga ik wel. Ik wacht wel even geduld. Nou, ik ga wel. Oh. Oh! Onder. Scheef. Ik word ook nog sniper. Een ketsoi! Ketsoi! Ja, 5 kills. Nou, oké, maar... Ja. Ja, jongens, hoe zeg ik dit? Ja. Weet je? Ja, laat ik het zo zeggen. Kijk. Kijk, je zit in een game in Fortnite. Ja, dat begrijp je wel. Er zijn 100 mensen. En sowieso, een stuk of... minimaal zijn er 5... Nee, zijn er 20 beter dan ik. Een deel wordt gekilled door de nog beter. Nou, dat is chill. Maar wat dus kut is, als op een gegeven moment eindig je wel met de pro's. Dus het enige om van die pro's te winnen is of heel goed zijn, of eigenlijk te gaan campen. Maar op een of andere wijze heb ik toch vaak dat ik wel toch gewoon die top 2 haal. Maar ja, dat is dus eigenlijk de reden. Want ja, op een gegeven moment was ik opeens echt heel ver. Kijk, die pak je easy, die guy. Maar nu wordt hij bijna gestinkrond. Kijk, hij is one shot, dus dan kill je hem gewoon. Maar dus, dat had ik ook gebeurd, denk ik. Je moet wel bedenken. Maar ja, nou, jongens. Ik denk dat, dat dit op zich wel een leuke video was om naar te kijken. Hopelijk vinden jullie dat. Nou, laat vooral even gewoon een like achter als je het een leuke video vond. En... ja, ik zal gewoon weer vaker solo gaan spelen, want dat is echt wel leuk. Ik ga deze nog even afkijken. Wil je het niet zien, spoel even door. Maar ik ben op zich wel benieuwd. Deze guy kan best wel winnen. Sorry hoor, maar hij is best wel goed. Hij is niet pro, maar hij is wel pro. Maar niet mega goed of zo. Maar hij is best low, dus ja. En hij speelt zonder AR, dat vind ik echt vreemd. En met 2 explosives. Had ik nooit gedaan. Ik had gewoon die grenade launcher weggedaan. En dan in plaats van de... grenade launcher een AR gedaan. Nou, te voor een RPG op dan. Doe dan, hè? Hè? Durf je wel, hè? Durf niet, bedoel ik. Doe dan. Gast, daar waren mensen links, boven. Wat doet hij? Was er ook iemand? Ik heb het niet gezien. Hij gaat het niet redden. Hij gaat het niet redden, ik voel het. Kijk, het tuft gewoon RPG, waardoor hij ook zelf gehit wordt. Ik weet niet of hij dat bij mij ook doet. Hij redt het nooit. Nee, wat zeg ik? Wat zeg ik? Hoeveel kills had die guy? 3. Ja, oké, ik had ook 3. Ja, oké.
Ja, maar die guy die gaat dus zichzelf exploden zodat hij die ander killt. Want hij weet dat hij meer HP heeft. Ja, ik vind dat gewoon, ja, dit is gewoon suicidaal. Laten we het zo zeggen. Nou mensen, dat was voor deze video. Ik vond het op zich best een lekkere game. Dus ja, doe even dat duimpje omhoog. Oh, sorry. Doe even dat duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer beneden en dan zeg ik tot de volgende.